Marinus, twee keer met Excelsior promoveren naar de Eredivisie is lekker. Maar als je dan ook nog eens met een overwinning begint, is dat nog veel lekkerder, denk ik. Ja, dat geeft gelijk een boost voor iedereen, voor de ploeg, voor jezelf. Nieuw podium. Nou ja, dan mijn Cambuur uit is voor mij wel extra lekker. Ja, want vorige week speelden we ook in Friesland. Dat was natuurlijk een heel andere wedstrijd. Ja. Wat was het grote verschil met vandaag? Nou ja, ik vond toen de eerste half met name organisatie ook oké. Maar we lieten het liggen in de omschakeling, op het moment om vooruit te spelen. Daar waren we niet aanvallend genoeg ingesteld, vond ik op dat soort momenten. Dus uitgebreid over gehad, op getraind. Nou ja, zie je natuurlijk de eerste goal binnen 10 seconden. Wat een van onze principes is in het omschakelen. Daar staan we aan de andere kant. En wat een heerlijke combinatie. Ja, dat was een geweldige goal. Dat klopt alles. Dan kan een counter super mooi zijn als liefhebber zijn. En de tweede was een goede voetbalgoal. Ook daar ben ik met name met Reda veel mee bezig geweest als target aan spelen. Nou, nu was hij belangrijk voor het team. In de eerste kopte hij al goed weg. En nu was hij belangrijk voor het team als target. Ja, en dan was dat wel een hele mooie voetbalgoal weer. Natuurlijk iets gelukkig, maar Jules zit er goed bij. Dus met name dat, wat meer lef aan de bal. En ja, het zal er ook niet tegen. Nee, want hoe belangrijk is die tweede goal, wat heel vlak voor rust? Ja, die is wel heel lekker, omdat je dan echt even problemen met de tegenstander neerlegt. Zeker vlak voor rust. Maar dan weet je ook van, nou, ik kan in ieder geval één goal incasseren, is er nog niks aan de hand. Dus de tegenstander moet van bank gaan spelen vrij snel. Ja, dat deden ze ook. Nou, hebben we op geanticipeerd met 5-4-1. Nou, vorig jaar is dat een beproefd concept voor ons. Dus dat is het voordeel dat je weinig nieuwe spelers hebt. Iedereen weet wat er gevraagd wordt daarin. Ja, en dan, dat deed ze geweldig. En dan, ja, dan hebben we ook nog natuurlijk een geweldige keeper die ons op cruciale momenten in de wedstrijd houdt. Ja, en dan zie je het langzaam wegvloeien. En dan zie je bij ons dat we nu al een sterk team hebben met elkaar vechten voor die drie punten. En dat is vandaag gebeurd. Dus het was een beetje rode uit vorig jaar. Ja, en het leek ook alsof ze echt het gevoel hadden van wat er ook gebeurt, die bal gaat er gewoon niet in. Ja, er zat echt overtuiging in de ploeg. En dat merkte van de week op trainen. Vandaag mijn bespreking, Marco had een goede analyse van de week gemaakt waar de mogelijkheden lagen. Nou ja, dat klopt allemaal. Vandaag het plan klopte, de spirit was goed. De juiste momenten kwaliteit brengen. Dat zijn van die dagen waar je gelukkig van wordt als coach. Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks na één wedstrijd. Maar het moet ook lekker zijn na al die voorspellingen van alle kennis dat we de 18e plek wel konden reserveren. Ja, dat is mooi. Je weet dat je onderschat wordt. En dat is een van onze voordelen. Aan de andere kant is het ook logisch. Als je ziet wat er gebeurt met de selectie en hoeveel moeite we hebben om spelers te halen. Dan is het wel ook een logisch iets. Maar het is wel mooi iets dat je dan gelijk inderdaad laat gelden van hou serieus rekening met ons. Dus dat zullen ze zeker doen, denk ik. En ook voor de ploeg om te zien dat het inderdaad kan lopen. Nou ja, dat vooral natuurlijk. Dat kan. Hè. Heel veel jongens hebben natuurlijk hun debuut gemaakt vandaag op Eredivisie-niveau. Stijn voor het eerst, dat zou je bijna niet zeggen. Dat is natuurlijk zo'n wedstrijd. Redewan voor het eerst. Dat speelt ook natuurlijk als een goede pot. Dus dat zijn natuurlijk wel hele mooie dingen waar je positief verrast wordt. En daar hoop je ook op aan de voorkant. De jongens die voor het eerst dit niveau komen, dat ze dan ook lukken om dit niveau aan te tikken. Nou, ik denk dat het ook wat te maken heeft met vorig jaar, gegroeid als team. En dat maakt het individueel wat makkelijker. Ik speelde met 10 boys van vorig jaar. Dus ja, die weten allemaal wat er gevraagd wordt. En nou, dan konden ze me vandaag mooi brengen op Eredivisie niveau. Plus een beetje geluk en dan kan je zien wat er gebeurt. En op een gegeven moment speel je met 5 ex-jeugdspelers ook in de Eredivisie. Ja, ik begreep het. Ja. Dus in de Eredivisie is het natuurlijk wel uniek. En dus dat is een mooi compliment voor ons allemaal, voor de club. Het is mooi voor ook de mensen eromheen, voor de supporters. Dat is altijd goed.